Volgens Groenendijk, het was zijn grootste wedstrijd, maar toch een onnodige nederlaag, denk ik. Ja, tuurlijk. Die we volledig bij onszelf ook moeten zoeken. En, dat heb ik net ook gezegd. Natuurlijk, je kan altijd een wedstrijd verliezen. Alleen, ik vind vooral dat wij dit zelf hebben gedaan. Door A, zo te beginnen. En B, waren we denk ik hele delen van de eerste helft apathisch, vond ik. Maar ook gewoon niet goed genoeg in balbezit. Niet goed aan de bal. Normaal zijn er altijd een paar spelers voor ons die garant staan voor goede passing en voor kwaliteit. Ja, dat vond ik vandaag een stuk minder. En dan is ADO ook minder. Moet jij op de bank terugdenken aan de eerste helft tegen Heerenveen en Vitesse? Nou ja, ik vind dit begin eigenlijk erger nog. Toen gaven we daar niet zo heel veel weg. En hier kom je meteen op 1-0 achter. Onnodig. En je weet ook dat dit een ploeg is waar je niet achter moet komen. Omdat zij nou eenmaal moeilijk te bespelen zijn. Ze geven niet zo heel veel weg. Toch hebben we nog wel onze kansen gehad ook. Alleen, ja, dan gaat het ook wel weer om de kwaliteit. Ook de laatste bal, het rendement. Het was allemaal te laag vandaag. En wat ik zeg, dan speel je een moeilijke wedstrijd. En dan moet je conclusie trekken dat je het zelf inderdaad niet goed gedaan hebt. En dat je hier dan verdiend verliest. Maar ja, volledig wat mij betreft onnodig. Terwijl er best wel wat moois voor handen lag, plek 5. Ja, dat is ook zo. En daarom is het ook extra zuur dat je niet hebt gepakt vandaag met elkaar. En dat was hartstikke mooi geweest. Alleen, het staat heel dicht bij elkaar. En volgende week moeten we het recht zetten. Maar het moet wel beter, weet je. Je moet niet altijd naar anderen wijzen. Je moet gewoon bij jezelf zoeken, dat doe ik ook. En dat moeten we allemaal. En dit ADO kan veel beter dan wat het vandaag heeft laten zien. En dat is mijn teleurstelling, dat we niet hebben gebracht waar we normaal gesproken goed in zijn. En dat is gewoon doodzonde, want dan speel je hier een wedstrijd. En ja, daar blijft gewoon heel weinig dan van over. En dat vind ik heel jammer. Tot nog een klein smetje, de praatkaart van Meijers. Ja, de praatkaart van Meijers. Kijk, natuurlijk... Iedereen is dan geïrriteerd op een gegeven moment en dat het niet lukt en niet loopt zoals wij graag willen. En dat hebben wij ook op de kant. En weet je, ik weet niet precies wat hij gezegd heeft, maar goed, het is een klein beetje frustratie en dat begrijp ik wel. En dus ik zal dat wel met hem bespreken, maar het is altijd een kaart te veel natuurlijk als je hem krijgt voor praten.